Van dit soort beelden van een paar jaar geleden is er genoeg. Maar het comité zoekt ouder materiaal. Oude beelden, oude stukjes film. We zijn op zoek naar prenten, eventueel schilderijen. Vooral hoe zag het eruit in de middeleeuwen? Want daar is natuurlijk een groot gapend gat. De gemeente heeft als vroegere organisator namelijk zo'n beetje niets bewaard. Hoewel het toch wel heel leuk is om te zien hoe de paardenmarkt er vroeger aan toe ging. Van iemand heb ik opgeschuurd gekregen een kruiwagenrace, zo rond 1920. Grappig wat ik ook vind, is dat je als je naar die oude foto's kijkt, bijna iedereen heeft een hoed op. Het comité wil met foto's en ander beeld van vroeger de geschiedenis van de paardenmarkt borgen. Het is immers het feest van het jaar en behoort zelfs tot het immaterieel erfgoed van Vianen. In de kern gaat het nog om die paarden, maar daar is een kermis bijgekomen, daar is een kinderplein bijgekomen. Mensen komen van heinden en ver, families die elkaar zelden of nooit zien, die komen met de paardenmarkt, komen ze naar Vianen. Wat ik wel jammer vind is dat je dus geen handel meer hebt. Je hebt niet meer dat oude handjeklap, zeg maar. De mannen van het comité houden van de paardenmarkt. Ze hopen met de film de jeugd aan te steken. Dus dat de jongeren de mensen zijn die het oppakken, zodat de traditie voortleeft. Dat is voor ons erg belangrijk. Na 750 jaar. Na 750 jaar.